We staan hier op het veld van Hollandia. Het is nu woensdag 28 mei. En Hollandia speelt een voetbalwedstrijd tegen PSV uit Eindhoven. Hey, René van der Grijp, dames en heren. De superster van PSV. Tenminste, dat wordt het. Meer super als sterren. Hey, je krijgt zometeen een hele gevaarlijke tegenstander tegen je. Ja. Nico Kooi. Nico Kooi? Ja, die is de gevaarlijkste van Hollandia. Dus nee, ik zou zeggen, pas op. Die kraatopleiding dan ofzo? Nee, nee, hij is supersnel in zijn schijnbewegingen en dat wordt heel lastig. Ja, maar je speelt de voorhoede al de hele tijd, hè? Ja, maar hij speelt achter. Oh, hij speelt achter, ja. Ja, maar hij is even goed gevaarlijk. Zou je er zin in? Jawel, waarom niet? We hebben 2 uur in de bus gezeten, dus... Het is mooi weer en net een weertje voor jou, dacht ik. Ja, inderdaad, ja. Dat kun je wel zeggen. Nou, er komen een hoop toeschouwers, er wordt geschat zo'n 5000, dus dat is wel leuk. Nou, dat is zeker leuk, ja. Klein veldje, de mensen van dicht bij het veld. Nee, dat is hartstikke leuk. Oké, bedankt.